Jongens, Jaroski hier, welkom bij weer een nieuwe live commentary hier op Black Ops 2 op de computer. Op Twitter had ik gevraagd welk game jullie wilden zien en de meeste mensen zeiden ik op Black Ops 2 zien. Want je kon kiezen tussen Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 en Black Ops 2 en de meeste mensen zeiden ja, ik wil Black Ops 2 zien. Toen vroeg ik nog een keer, willen jullie PlayStation zien of PC zien? En toen zeiden de meeste mensen, ja, ik wil toch PC zien, dus daarom heb ik vandaag een commentary op Black Ops 2 op de computer voor jullie. We gaan spelen met de MSMC met een mooie Extended Max en Silence erop. Waarom? Ik dat heb aanstaan, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Dus ik kan niet bepaald zeggen waarom ik dit heb aanstaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan even proberen een goede score te halen hier op Black Ops 2 op de map breed. We spelen Ground War Domination op de map breed. Dus het is lekker druk. Het is 9 tegen 9. Even die auto opblazen. Ja, oh, dus ik dacht ik krijg een kill. Maar er stond alleen een Bowsing Betty naast. Even kijken, die auto gaat als het goed is nog wel ontploffen. Gaat ze ontploffen? Goed zo. Oké, dan weet ik in ieder geval dat de coast daar clear is. Maar ik zie wel dat er daar weer een staat te campen. Ik kan niet zoveel... Oh shit, naast me. Oh, weg hier. Gewoon wegrennen. Ik wil de B-vlag. Ah shit, ik ben weer te laat. Jongens, ik ben niet zo snel. Ja, ik ben dik. Ik kan rollen en ik kan niet zo snel lopen. Nee, grap, ik ben helemaal niet dik. Maar we gaan eventjes proberen de swarm te halen, want ik heb de killstreaks aanstaan. Orbital Visit, oftewel de Blackbird, de Dogs, oftewel de K9 unit. En de Swarm, oftewel de robotvliegende vliegtuigjes die iedereen killen. En als we de swarm halen, hebben we weer een mooi commentary erop zitten. Maar ik weet nog niet of dit gaat lukken. Jij gaat me nijven. Vind je dat leuk? Jongen. Ik zie dat iedereen naast me dood gaat. Er allemaal shit. Bowsing Betty's, want ik hoor echt de hele tijd. Het enige wat ik hoor is eigenlijk Bowsing Betty's afgaan. Dus we gaan eventjes rustig erop af. Mijn team die loopt ook heel rustig op C af. Dus dan gaan wij met ze meelopen en dan kunnen we waarschijnlijk die vlag even pakken. Kom op jongens, pakken. Oh shit, die auto gaat ploffen. Oeh, was ik even net op tijd weg. Jullie auto echt ontplofte net toen ik ernaast stond. Even snel de C-vlag met deze persoon pakken, dat we 200 punks erbij hebben. Rennen we door, als het goed is rennen hun daarheen. Ja kijk, daar loop ik achter je aan. Laat ik jou lekker voorop lopen. Ren maar door. Heel veel mensen vragen ook altijd, kijk dat bedoel ik dus. Heel veel mensen vragen altijd aan mij van, Jan, hoe kom je nou zo goed? Nou, dus niet door deze mensen, want dan word je scores door verneukt. Maar je moet gewoon heel veel gaan oefenen op Black Ops 2. Als je heel veel oefent op Black Ops 2, word je vanzelf beter. Als je heel veel oefent eigenlijk op heel Call of Duty, word je vanzelf beter. En oefening is gewoon alles. Het maakt niet uit hoe je speelt, het maakt niet uit wat je speelstijl is. Als je heel veel oefent, dan verbeter je vanzelf die speelstijl. Ga je vanzelf steeds beter spelen. En dan haal je vanzelf dus gewoon betere scores. Dus mocht je nou gewoon willen weten van, ja, ik haal nooit zulke goede scores, Jan. Wat kan ik eraan doen? En de enige tip die ik eigenlijk daarvoor kan geven is gewoon meer spelen, meer oefenen. En dus gewoon wat meer tijd erin steken. Want om gewoon beter te worden, moet je dus tijd in zo'n spel steken. Moet je gewoon echt alles van zo'n spel uit je hoofd kennen. Moet je je één verbeteren. En dat lukt alleen maar als je vaker zo'n spel speelt. En met de tip, het spel kennen, bedoel ik gewoon de mappen kennen, de spans kennen, de wapens kennen, je favoriete classes kennen en gewoon alles uit je hoofd kennen. En ik ben hier een beetje opgesloten, dus we gaan even heel rustig in het plantje campen. Ik ben een plantje jongens met de rode stipjes erop, dus kill me eventjes niet, want dan kan ik waarschijnlijk mijn Blackbird halen, maar nu weet ik niet meer waar ze zitten. Ik hoor dat een enemy hier een shock charge naast me heeft liggen, dus waarschijnlijk zit hij hier binnen te campen of niet? Nee, oh hij zal dood gaan zo te zien. Rennen we even op de A-vlag af, pakken we die vlag wel weer. Net gingen we dood toen we de C-vlag pakken, dus misschien kunnen we nu wel de A-vlag pakken. Even kijken, als mijn teammaten met me meelopen, kunnen we hem pakken jongens, is de coast clear? Oh kijk, daar staat er iemand. Oké, we pakken hem gewoon, kom op. Pak gewoon die vlag. Dan hebben we weer 200 punten erbij, gratis 200 punten. Dankjewel jongens, dankjewel dat je even meehielp. Je gaat waarschijnlijk zo meteen dood, want je gaat nu recht op de enemies af. Oh, hij heeft hem goed zo. Goed zo, Duitser. Duitsers zijn meestal best wel goed in dit soort spellen. Daar ben ik laatst achter gekomen dat Duitsers meestal wel goede scores halen op dit soort spellen. Alleen nu ben ik gewoon dik hard ingesloten. Dus nu rennen we eventjes rustig weg. Zo, die staan er ook nog allemaal enemies naast me. Even kijken, weg hier, want ik wil hier niet meer blijven. Oh, ze gaan zo te zien de A-vlag pakken. Hier komt dus hier vooraan, bitch. Huh? Oh, yes, nog een kill ook. Blackbird. Uh-oh. Oké, die hebben we ook nog. Ik ben een beetje ingesloten op het moment. Wat gaan we doen? We gaan er gewoon op afrennen, want ik heb geen zin om te campen. Hup, zie voor op de A-vlag. Komt hij aan? Bitches. Oh, we hebben geen kill. Ah. Oh. Hier loopt die fan met zijn rijshield nog te campen. Ik ben even aan het concentreren, want we hebben een Blackbird. We hebben bijna de Dogs, dus daarom ben ik me heel veel aan het concentreren. En eigenlijk over niks aan het praten, terwijl ik toch aan het praten ben. Wat ik meestal doe in mijn live commentaries. Want je moet gewoon je publiek entertainment houden. En dan moet je dus gewoon een beetje dom gaan over praten. Ook al ben je aan het concentreren op het spel. En praat je dus eigenlijk over helemaal niks. En het gaat ook over helemaal niks. Maar je moet wel gewoon over iets blijven praten. Want ik wil eventjes mijn swarm en mijn Dogs halen. Mijn Dogs heb ik nu bijna. Dus als mijn teammaten nu nog wat kills maken. Ik heb geen C4 meer zo te zien. Dus we moeten het even zonder C4 doen. C4 in dit spel is zo heerlijk, hè. Je maakt zoveel kills met die C4. Ook omdat je de hele tijd terugkrijgt door middel van je scavenger. En het is gewoon zo chill om met C4 te spelen. Het is ook gewoon een van de beste equipments die je eigenlijk kan gebruiken in heel Call of Duty. Vooral in dit spel, omdat je ze dus terugkrijgt via jouw scavenger pack. Dus als je een scavenger pack oppakt, dan krijg je dus ook weer de C4 erbij. En we hebben onze swarm weer. Hoppatee. Derde live commentary dat we weer een swarm hebben gehaald. Volgens mij gaan we gewoon proberen elk live commentary dat ik doe op Black Ops 2 gewoon een swarm te halen. Dat vind ik best wel leuk om te doen namelijk. En
Ik roep mijn swarm nog niet in, want docks lopen er ook nog rond. Dus we wachten heel eventjes met die swarm in te roepen. Even mijn C4 gooien. Hup. Hoppatee, weer een C4 kill. Kijk, dat bedoel ik dus. Die C4 zijn zo chill om te gebruiken. En je ziet dus waarom. Ik ga mijn swarm niet meer inroepen. Want ik zie nu dat de tijd bijna is afgelopen. Dus dan gaan we mooi dus niet meer die swarm inroepen. Want dat had ik helemaal niet door dat de tijd bijna erop zat. Even kijken, hier sta ik jouw camp. Oh shit, we worden gesniped. Oh, ik was net zo lekker bezig, man. Word ik gesniped door een of andere pisvlek die hier in het water zit. Als je moet zwemmen, als je moet douchen of zo, dan moet je maar lekker naar het zwembad gaan. Dan moet je niet hier in het spel in het zwembad gaan lopen, jongen. Maar oké, de eerste helft zit erop. We gaan even proberen nog swarm te halen in de tweede helft. Ik roep eventjes wat later pas mijn tweede swarm in. We hebben nog niet zo heel veel kills, maar dat komt omdat iemand anders in mijn team 45 kills heeft. Dus die is wel lekker bezig. Maar ik denk dat die met wat andere killstreaks speelt als mij. Want wij spelen op dit moment niet heel lekker. Maar we spelen wel gewoon, zeg maar, lekker qua door de map heen rennen, maar niet lekker qua kills krijgen. Maar op het moment dat ik mijn swarm inroep, denk ik dat we onze kill aantal wel even kunnen verdubbelen. We pakken gewoon even de C-vlag, rennen we door naar de B-vlag. Even mijn swarm inroepen. Oh, ik moet nog 9 seconden wachten. Dat hebben ze ook weer veranderd, want eerst was het volgens mij 12 seconden dat ik moest wachten, maar nu is het weer 15 seconden. Ze veranderen heel veel dingen aan het spel om het steeds weer beter te maken. Daar ben ik best wel blij mee. Ik vind het leuk om dat te zien, dat ze ook gewoon de hele tijd dingen verbeteren aan zo'n spel. Dat het spel dus eigenlijk alleen maar beter kan worden. Even mijn swarm inroepen. Eventjes deze B-vlag pakken, want dan krijgen we dus weer 200 punks. Eigenlijk gaat alles om dit spel gewoon om objectives te spelen. Je krijgt zoveel punten om bijvoorbeeld een vlag te pakken. Je krijgt zoveel punten om bijvoorbeeld een confirm te confirmen. En je moet dus gewoon de hele tijd al die shit. Je moet de hele tijd al je confirms maken. Zo! Holy shit, mijn swarm maakt kills. Je moet gewoon de hele tijd alle confirms pakken. Je moet de hele tijd alle vlaggen pakken die je kan pakken. En dan krijg je vanzelf gewoon al die killstreaks. Doordat je gewoon zoveel punten krijgt voor bijvoorbeeld een vlag. Voor bijvoorbeeld iets anders. En die vent was echt heel dom bezig. Ik weet niet wat hij precies aan het doen was. En mijn swarm die maakt echt joekel veel kills, joh. Pak gewoon weer de A-vlag, want ik had het net over punten maken. En we pakken gewoon weer de A-vlag, zodat we weer wat gratis puntjes krijgen. Want plus 200. En dan hebben we weer een nieuwe Blackbird, doordat we die vlag hebben gepakt. Oh, mijn swarm gaat mezelf killen. Nee, dat doet hij niet. Dankjewel, swarm. Meestal word ik gekild door mijn eigen swarm, omdat ik zelf weer niet aan het opletten ben op die momenten. Maar deze keer was het niet zo. Deze keer ging ik gelukkig niet dood door mijn eigen swarm. Want dat gebeurt echt gewoon 99% van de tijd. Op het moment dat ik een swarm heb ingeroemd. Ik denk dat dat bij jullie ook wel heel vaak gebeurt. Oh shit, er komt een enemy aan. Rennen, rennen, rennen van het trappetje af. Ah, teammaat, kom helpen. Hij heeft me volgens mij nog ineens gezien, die enemy. Dat maakt mij niet uit. Nu zitten we hier vast. Ik wil hier weg. Laat me hier weg, jongens. Ik heb nieuwe docks. Laat me hier weg. We gaan gewoon weer die A-vlag pakken. We gaan gewoon terugpakken. Dan hebben we weer 200 gratis punks. Eigenlijk draait dit hele gameplaytje gewoon om vlaggen pakken. Want je ziet dat de teammaat van me weer de A-vlag aan het pakken is. Dus ik pak hem ook gewoon weer. Hebben we weer 200 punks erbij. En dan hebben we waarschijnlijk weer een nieuwe swarm. Kijk eens aan. Dankjewel, vlag. Alles draait gewoon om objective in dit hele spel. Heel Black Ops 2, objective. Gewoon alleen maar vlaggen pakken, alleen maar objective pakken, alleen maar kill confirms pakken, alleen maar dat pakken, alleen maar headquarters pakken. Wat heb je nog meer in zo'n spel? Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Maar we hebben een nieuwe swarm. Ik ga hem gewoon inroepen voordat de game er namelijk weer op zit. En dan ben ik weer te laat en denk, oh ja, kut, ik had nog een swarm aanstaan. Ik had nog een swarm over en die ben ik weer vergeten in te roepen. Want dat heb ik meestal ook wel. Dan denk ik, oh ja, ik heb een swarm. Maar ik wacht nog even met de swarm in te roepen. En op het moment dat ik hem dan wil inroepen, zie ik, oh, victory. En dan denk ik, oh ja, weer te laat, Jan. Je was weer lekker aan het opletten. Dat heb ik heel vaak. Je moet daar ook nog altijd blijven opletten. En eigenlijk, dat heb ik echt al heel vaak gezegd. Maar ik wil het gewoon nog een keer zeggen voor jullie. Blijf altijd op je minimap letten. Je minimap is gewoon je vriend. Je minimap is je trouwe vriend. Je meest betrouwbare vriend. Dankjewel, Bowsing Sletty. Om gewoon een goede score mee te halen. Want ik kijk op het moment eigenlijk alleen maar op mijn minimap. Om gewoon te kijken waar ze spannen. Om te kijken waar ze lopen. En als ik nu niet op mijn... Oh shit. Ik word gekild door mijn eigen swarm. Als ik niet op mijn UAV keek in dit game. Was ik al lang dood gegaan. Want de hele tijd word ik in mijn rug beschoten. En draai ik me snel weer eventjes om. En dan denk ik, oh, er zat weer iemand daar te campen. Die had ik weer gelukkig gekild. Zodat hij mij niet had gekild. En je moet dus gewoon altijd op je map blijven kijken. Iedereen zegt het, elke commentator zegt. Maar ik wil het dus gewoon nog een keertje zeggen. Want jullie willen meestal tips horen in zo'n live commentaar. Dus dat probeer ik ook voor jullie te gaan doen. Gewoon altijd wat tips geven. Maar meestal herhaal ik mezelf al 20 keer met die tips. Want er zijn niet zoveel tips om nou gewoon goede scores te halen op Black Ops 2. Gewoon veel spelen. Veel op je minimap letten. Veel op je HUD letten. Dus al die hoeveel ammo capaciteit je nog hebt. Hoeveel kogels je nog in je ammo hebt. Moet ik reloaden? Moet ik niet reloaden? Moet ik even snel een ander wapen van de grond verpakken? Hoeveel ammo heb ik nog? Zie ik even een scavenger box neerleggen? Je moet op zoveel dingen blijven letten. En op het moment dat je al die dingen beheerst. Op het moment dat je echt precies weet wat je moet doen in bijvoorbeeld zo'n game. Dan kan je dus ook gewoon een goede score halen. Wat ik op dit moment ook aan het doen ben. Maar ik word even gekild door Bowsing Sletty. Deze vent gooide ook weer gewoon een random Bowsing Sletty over de map in. Maar dat maakt niet uit. Gameplay zit je hier op. Ik heb 84 kills. 84-4. Heerlijk live komt er. Mijn swarm heeft volgens mij echt ongeveer 50 kills gemaakt, dus dat is echt enorm veel voor zo'n swarm. Iemand staat nog boven me ook, die heeft gewoon 4 captures, terwijl ik 7 captures heb. Oh, hij speelde met UAV, Counter UAV, Blackbird denk ik, dus daarom heeft hij zoveel punten. Maar het live commentaar zit er hier weer op, jongens. Eindscore is 84-4. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Als je meer live commentaar wil zien op de PC met wat tips en tricks erbij. Ik zal waarschijnlijk nog eventjes, als ik in mijn bed lig of zo, nog wat tips proberen te verzinnen. Laat het dan weten in de comments. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot de volgende keer, jongens. Bye bye.